goed, we gaan het ja. over iets heel anders hebben. Want uh, uh, ja, heel Flevoland ziet elke week weer een klein beetje mooier met de tips van Marloes van Maren van Schoonheidssalon Etoile in Dronten. Het blijft altijd mooi om die ster te noemen. Ja, dat is Frans, voor ster. Ja. ja, dat weet ik wel hoor. Uh, Marloes, uh, ik ja, kwam net binnen en zei, ja, heel veel mensen weten nog helemaal niet dat wij ook weer open zijn. Nee. Nee, nee, nee. Vorige week kregen we natuurlijk al die contactberoepen de, de boodschap dat we na zes uur geen in, 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 afspraken meer in mochten plannen. Dat we, iedereen uh, was helemaal in paniek. En uh, ja, het is toch een beroep, uh, net als kapper en pedicure, dat je toch vaak s'avonds werkt. En uh, dus iedereen heeft uh, de klanten weer afgebeld. En uh, toen kregen we van de week bericht van, uh, van de AMBOS. En de AMBOS is onze overkoepelende organisatie waar je als schoonheidsspecialist... Uh, he, bent aangesloten. Dat staat voor kennis en kwaliteit en je waarborgt gewoon een aantal dingen hoe je werkt. Ja. En uh, die zei van ja we, we vallen onder een uh, ja de wet uh, kwaliteit uh, de W uh, moet ik het goed zeggen de WKKGZ en dat is inderdaad uh, de wet voor kwaliteit en klachten en geschillen uh, commissie zorg zeg maar dus zorg. Dus we vallen onder een zorgwet. Ja, wij zorgen. <laughs> dus wij mogen gewoon open. Ja. Dus, maar het geldt wel voor schoonheidsspecialisten die iets meer doen dan alleen. Uh, gezichtsbehandelingen. Uh, ja, de, de wellness en, de bukkel uitdrukken. Uh, precies. <laughs> dus als je werkt met apparatuur en als je uh, uh, fruit aanbiedt en dat soort dingen meer. werkt met naalden, dan mag je open en de rest mag het niet. Dus daar wordt weer onderscheid in gemaakt. Ah. Ja, ik snap het eigenlijk niet, want bij ons werken we één op één. We werken volgens de hamcode. Dat is echt. hygiëne. Naar arbeidscode en hè, milieu. Dus je werkt gewoon zo goed mogelijk. Hè, dat je aan alle kwaliteit uh, kan geven aan de klanten, alle zorg kan geven aan de klanten. Ja, en uh, ja, dan wordt daar ook weer onderscheid in gemaakt. Ik snap het wel dat heel veel mensen de weg kwijt zijn. Nou ja, ik ja ik en daarna het ga je wel. gewoon met z'n 30 in een. Uh, en dat jullie daar in principe dan last van hebben. In dus, zitten of zo. Ja. ja, nee, maar dat je zegt van ja, de mensen denken dus dat wij gesloten zijn. Dus ja. bellen ook niet even van uh, ik wil een afspraak maken. Precies, dus iedereen oh, moet dus. zijn agenda weer opengooien en weer de klanten gaan bellen. Het geeft ja. een hoop negatieve stress voor mm -hmm. heel veel collega's. En uh, ja, dat is gewoon heel erg vervelend. En ja. niemand weet op een gegeven moment, en dan helemaal de klant niet op een gegeven moment waar je aan toe bent. Nee. En maar ook deze tijd natuurlijk dat uh, winstderving, mensen die dus niet komen of afzeggen in eerste instantie. Dat is dus ook niet te verhalen, want je mocht nee. dus open zijn. Ja, precies. je kan nergens aankloppen Nee, gewoon. nee, nee. Maar ja, dat was vorig jaar ook niet. Dat iedereen zei: nee, nee, nee. als we weer dicht zouden gaan, ja, er zijn allemaal steunpakketten. Nou, allemaal Hoela, neem ik dan. Wij krijgen gewoon helemaal niks. Dus ja, je krijgt een eerste. Waarom niet? Nou ja, wij kregen in eerste instantie wel wat. De allereerste keer kon je mm -hmm. het aanvragen. En toen ging het onder vorm van een schenking. Maar achteraf wordt het gewoon bij je privé uh, inkomen opgeteld. En dus dan moet je, je de er ook een belasting over betalen. En de tweede keer kon je het wel aanvragen. Maar als je dan een partner hebt die meer dan 1500. 100 euro verdient ongeveer het minimale per. Maar, maar het, maand, is, het is feitelijk. Dan krijg je dus het is een mee. soort schadevergoeding eigenlijk. Ja, en schadevergoeding hoef je nooit een uh, nee. belasting over te betalen. Ook niet als je bijvoorbeeld uh, letsel ja. hebt opgelopen. Nee, maar en... ze, ze doen het dan zo dat je het aangevraagd hebt dat het een persoonlijk inkomen is. Een hmm. soort, uh, Aanvullend ja. inkomen. Ja, en dan wordt ja. het gewoon inkomen. Terwijl en ze het... Het in de instantie niet hadden gezegd. Dus het is gewoon heel vervelend. Want het zijn allemaal dingen die ja. hè, een heleboel gewoon niet weten. En uh, kijk, wij als uh, schoonheidsspecialisten zijn natuurlijk aangesloten bij dat uh, WKKGZ. Omdat mm -hmm. dat is al vanaf 1 januari 2016. Maar er zijn ook heel veel specialisten collega's die dat nog niet weten. En je moet het gewoon wel. En ja, wij zijn lid van de Ambos. Tenminste ik althans, ik ben lid van de huidspecialist. Ik ben lid van de huidprofessionals om maar zoveel mogelijk aan de klant te laten zien, want daar gaat het uiteindelijk om die het dan niet weet. Maar om hun te laten zien dat je kwaliteit kan waarborgen, dat je goede behandelingen geeft, uh, dat je goede zorg geeft, hè, dat je ja, gewoon uh, ja. hygiënisch bezig bent. Verantwoord bezig bent. Verantwoord bezig bent. Juist en in deze tijd. Ik weet niet of jullie het gezien hebben en ik dacht, zal ik het wel of niet over hebben. Maar twee weken geleden was inderdaad een uitzending of vorige week, eigenlijk van radar over zo'n mesogun. Ja, ik zag het ja, dat je op een cursus ik, in de middag jongens, kan leren. Om nou, ik mijn maag draaide om toen ik nee. het nee, maar zag. De het lag ook een vrouw die was als een proefkonijn. Ja. Het... Oefen als eerst op zoiets. Ja, maar op, op, gelijk op de lippen hè, moest ja. ze oefenen. Ja, ja, die vrouw maar, zei uh, ook nog de, van de, nou, vindt het niet prettig. Nee, ik vind het niet prettig. En dat kan ik me heel bij mij voorstellen. Want ik had ook zoiets van ja, hallo. Dit mogen wij als specialisten gewoon niet doen. En ze hadden het allemaal over fillers. Wij ja, maar het, mogen het zat hem in die gun hè? He? Het is ja, dat, het omdat hij in, in die gun zat. De hoe je is al vrij, um, ja die, die techniek is al vrij... Ja, oud, hè. Die ja. is bekend. Nee, maar dat is en de wat... reden dat je het in de middag kan, kan leren, hè, werd er ja. gezegd. Ja. Ja. Maar dat nou is ja, ja ze stond. zeggen op een gegeven moment: weet je, je mag niet uit de hand, mag je natuurlijk nee. buiten. Maar dan wel met zo'n kunst Want dat is dan veilig. Alleen bij die oudere kunst kunnen wij zelf de diepte instellen. En dat vind ik een kwalijke zaak. Oh, ja. De nieuwere kunst of tenminste, ik heb een aquapen, zeg maar, zoals je dat noemt, daar kan ik dat niet bij. Die gaat maar twee tienden, dus 0,2, 2,5... Ja, gaat maximaal naar ja, binnen. Ja. En je moet je voorstellen dat je opperhuid... maar 0,1 uh, oh, millimeter ik, ik, ik zie uh, ook voor me. diep is. Dus als je het met meerdere naadjes doet... en een goede vloeistof gebruikt... hoeft het helemaal geen probleem te zijn. Dan voel je er echt niks van. Nee. Maar in dit geval dacht ik van jongens, waar gaan we naartoe? Ja, weet je wat het is? Zolang als het goed gaat... Is er in principe tussen haakjes niks aan de hand? Nee, maar, maar dat, stel dat, dat er iets misgaat. Dat is het, juist. Gaat, je, dat ik is ben, het probleem. Ik juist. ben helemaal voor het feit dat ze dit aanpakken en dat er um, leveranciers zijn die ons doen geloven. Hè, of, hè, want er was een kapster die het kon doen en er was een herentraining. Ja, ja. Zoals het programma, nou, je hebt het gezien. Ja. En dan denk ik die, die jou doen geloven dat je goed bezig bent. Maar daar begint het eigenlijk aan, hè, bij je leverancier. En natuurlijk, als klant zijnde, ga je naar een schone specialist en dan verwacht je ook goede behandelingen. Je gaat niet gelijk zeggen, maar ik zou het zeker doen. Van goh, bent u wel lid bij een brandsorganisatie van, mm -hmm. van spreken of hè, wat voor behandelingen zijn er allemaal Even, en dat verder je vragen. Ja, en daarvoor is dat intakegesprek nou zo belangrijk van tevoren zonder dat je überhaupt een be behandeling geeft, want dan kan je de klant precies uitleggen van nou, dit gaan we doen of dat gaan we doen of wat wil je zelf? Wat zijn jouw wensen? Maar het is dan... ook een beetje het nadeel van de tijd, want mensen gaan shoppen via internet en ze tikken alleen maar in zo'n behandeling en de zien de kosten. Een, 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 een rijtje staan en gaan voor de goedkoopste. Tuurlijk. Ja, maar dat is het vaak He, dat je zegt van, joh ik tik hier op en normaal gesproken zeg ik, stel dat een behandeling 200 euro waard is, zeg maar wat. En nu is die ineens 75 euro. Je ziet het, he, wat dat betreft, al die aanbiedingen. Maar dan denk ik bij mezelf, jongens, wat is dan die behandeling uiteindelijk waard? Ja, maar ja. Als een behandeling 200 euro waard is, moet je er niet ineens 75 euro van gaan maken. Want dan denkt die klant van, hallo, daar heb ik al die tijd 125 euro... Te... Maar er zijn, er zijn legio mensen die daar dus niet zo ver bij nadenken. En nee. denken: van het is daar veel goedkoper. Nou, ja. dan heeft die andere die heeft moordenzakken zitten vullen de hele ja, tijd. Ja, Weet je? Het ja het vaak andersom. Dus maar je moet een, een beetje omgeheten. omdenken. Dat is natuurlijk wel zo. Maar je hebt tegenwoordig ook een, een keten. Ik heb natuurlijk mijn uh, hoe heet dat, bovenoogleden laten doen. Ja. Mijn zus heeft het ook laten doen. Die heeft het in het ziekenhuis gedaan. Betaalde ze 1000 euro. Ik ben dan bij zo'n keten gegaan. En het is ook maar net de arts die je treft. Ja, hè? Ik zeker. controleer: staan ze in het bigregister? Uh, ja. Is het een cosmetisch arts op zijn minst? Nou, dat klopte allemaal. Ze had goede reviews ook nog eens een keer online. En het is uiteindelijk. Op, ja, afstand, op afstand is het goed gelukt. Het is mooi gelukt. Ja, dat is ja. belangrijk. Dat je dus je moet het wel checken ook. Ja. Maar het is inderdaad, kijk, de leverancier heeft de verantwoordelijkheid ten opzichte van ons, hè, als depositair. Ja, ja. Wij hebben de, de verantwoording ten opzichte hè, van de klant. Maar ik vind ook dat de klant zelf even nadenkt. Verantwoordelijkheid, denken, hè, precies. Dat ja. hij denkt: van... ja, hallo, ja. het is wel mijn gezicht. Het zijn niet. Ja. Weet je, wat? als er wat met je gezicht gebeurt en het gaat niet goed. Kijk, daar hebben we het al eens een keer over zo'n hyaluronpen gehad. Die met een kracht van weet ik veel, 600 kilometer per uur euh, door die lip heen schiet. en die oh. Lippe. Daar zitten zoveel bloedvaten in. Het wordt helemaal zwart dan op een gegeven moment. Hè? Nou, als ja. je een bloedvat raakt, mm. dan krijg je gelijk zo'n ei op. En ja. het probleem is dat de toevoer van bloed dan niet meer goed functioneert. Maar uiteindelijk, als het heel slecht gaat... het meest walgelijke scenario is dat jouw... Uh, je ja, lippen afsterven. De cellen afsterven. Maar, maar ik moet eerlijk je? zeggen, ik heb bijna nog nooit bij iemand gezien... dat ik dacht van nou, dat is nou mooi dat je lippen het nee. opschoon. Je ziet het altijd, toch? Nou, sowieso, eigenlijk alles wat je aan een gezicht anders maakt... We nou, hebben duidelijk. ook wel eens iets ja, ja, van filler's op Botox ja. gehad. Dat is, ja, dat is, en is ook verder. dat zie je. Ja, je ziet het wel. Je voelt het ook. En je, het maar een als je het zelf doet, hè? je denkt van, het is niet meer. Maar je maar, het, het, niet het, meer. Kan, het kan in principe wel heel mooi zijn. En ik kan me voorstellen... Als je, je moet niet vijf, doorslaan. Als jij 45 bent en je wallen hangen hier... of het hangt over je oog heen... dat je dit moet doen waardoor je hoofd pijn hebt... Hint. <laughs> nee, is helemaal geen hint. <laughs> je kan het opvatten. Als je het noemt het allemaal dit, van nee, die nee. dingen op die ik. Dus ochtends wel eens in de zie. Ja, maar dat je denkt: dit, dit doet. dan is het ook iets medisch, vind ik dan. Ja. En dan denk ik: van, kan het ook. dan moet het ook verantwoordelijk gebeuren. Maar net wat Marco zegt. He, steek je vlag op, uh, ga kijken uh, wie heeft het gedaan, waar ben jij geweest, waar ben jij geweest. En maak daar dan daar ja. je eigen keus op. Ja, het is wel je gezicht in... en je gezondheid. Hè? Als we een, een ja? rentebol willen kopen en de bakkerij zit er niet uit, lopen we door. Maar ja. met dit soort dingen gaan maar we een alleen nieuw voor nieuw de zwaar, ja. dat, is het, dat is het gewoon. Maar ja. mensen gaan er zo makkelijk bij, om dat ik wel, wel eens denk van hoe dan? Mm. <laughs> Marloes, in ieder geval zijn de schoonheidssalons ook s'avonds dus uh, ja, gewoon uh, geopend. Uh, ja. Dan weten we dat ook. En een waarschuwing dus van uh, Marloes van Mara uit Rotterdam. Okay. Dankjewel, tot de volgende keer.